zijn hier vandaag in de gloednieuwe dansstudio van niemand minder dan Davy Brokatus. En dan kom ik eigenlijk bij mijn eerste vraag. Wat weet Davy Brokatus over darmkanker? Wel, ik weet daar eigenlijk heel veel van. In die zin van, ik ben vrij goed ingelicht. Eén door dokter Colemon zelf natuurlijk. En helaas hebben wij het ook in de familie al gehad. Mijn onkel is eraan overleden. En ook andere, langs de andere zijde, langs de moederszijde. Dus mijn onkel was langs de vaderszijde, maar ook langs de moederszijde. Zijn we er ook eigenlijk al mee geconfronteerd geweest. Dus dan, dan ben je wel vrij goed geïnformeerd. Het is natuurlijk jammer dat je zo'n dramatische dingen eigenlijk moet meemaken om een beetje informatie over een ziekte te krijgen die je eigenlijk perfect kan voorkomen. Is het niet, ja, vindt u het dan uiteindelijk ook niet belangrijk dat de mensen daar op tijd bij zijn en op tijd, ja, die informatie toegespeeld krijgen? Ik vind dat heel belangrijk en ik vind dat ook heel jammer dat dat eigenlijk nog zo weinig wordt gedaan. Laat ons hopen dat het in de toekomst anders zal zijn. Hey, maar 900 verkeersdoden, dat is heel erg. Maar er blijven heel veel ongevallen bij. En een ongeval, wel, we weten allemaal, dat kan je niet altijd voorkomen. En natuurlijk, elk slachtoffer is er één te veel. Maar als je dan kijkt, 1800 door darmkanker, terwijl dat eigenlijk opspoorbaar is en voorkombaar is. Een ongeval kan je niet altijd voorkomen. Tenzij rijgedrag aanpassen en dergelijke. Dus het is ook heel belangrijk dat daar wordt gesensibiliseerd. Maar ik denk dat het nog belangrijker is om twee keer zoveel slachtoffers die dat perfect voorkomen kunnen worden, dat daar toch wel echt wordt gesensibiliseerd. En is dat dan de taak van de overheid of moeten privéorganisaties dat doen? Wel, de actie Stop Darmkanker heeft het lont in het vuur gestoken, zeker zal ik maar denken. Het zal een gedeelde verantwoordelijkheid zijn. Ik denk dat in eerste instantie vooral van de overheid is. Maar de overheid moet af en toe ook geprikkeld worden. En zeker als het zo'n beetje een ver van mijn bed show is. Ik bedoel, dat was ten tijde met AIDS het geval. Ik bedoel, dat was ook zo van, wat moet je daarmee doen? Ja, stop darmkanker of darmkanker is ook niet het meest sexy onderwerp. En uiteindelijk, ja, is het toch de overheid die dat daar, denk ik, een preventieve taak op zich moet nemen. Dus en ik vind dat dat zeker, als ze dat niet doen, een soort van bijna schuldverzuim is. Dus ik hoop dat ze die taak op zich nemen. Ja. Oké, hartelijk dank voor dit interview en bedankt voor de ontvangst. Wel, ik zou zeggen voor iedereen thuis of waar dat ze ook kijken, klik zeker nog de Facebookpagina aan. En ik wens jullie nog heel veel succes met de actie en mijn steun heb je. Dankjewel.